In Beuningen werd donderdagavond een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe inwoners. Er zijn een flink aantal nieuwe inwoners in het dorp bijgekomen. Dus werd het tijd om nader kennis te maken met de gemeente en haar voorzieningen. Het Beuningse gemeentehuis liep gisteravond vol met nieuwe inwoners. Er werd een meet and greet georganiseerd om nieuwe sociale contacten op te doen en de gemeente een beetje beter te leren kennen. Ja, het is een nieuwe inwonersavond. Heel vaak komen inwoners pas in aanraking met de gemeente als alles goed gaat. Als je een nieuw paspoort nodig hebt of een rijbewijs. Maar de gemeente doet natuurlijk heel veel. En wat wij wel mooi vinden is eigenlijk om te laten zien aan nieuwe inwoners. Wie zijn we als bestuur? Maar ook welke organisaties hebben we? Wat doen we als gemeente? Zo stonden er in het gemeentehuis verschillende soorten marktkraampjes. Van gemeentelijke informatie tot aan verschillende verenigingen in het dorp. Dus je hebt een standje over digitale dienstverlening. Misschien wil je wel komen werken bij de gemeente. We hebben een standje staan over de werf en afvalscheiding. En over duurzaamheid en perspectief is er en het dorpshuis. Dus eigenlijk nieuwe inwoners snel kennis laten maken met elkaar. En ook elkaar leren kennen, want dat zeggen we altijd. Beuningen maken we samen. In de afgelopen tijd heeft de gemeente er veel nieuwe inwoners bijgekregen. Zo'n 900. En dat voelt voor burgemeester Bergman toch een beetje gek. Nou, daar ben ik dan best verbaasd over. Want ik denk, we leveren best wel wat af en toe wat kleinere woningbouwprojecten op. Dus dat klinkt best veel. Soms is het ook dat mensen verhuizen van Weert naar een ander dorp. Hè? Maar goed, je bent wel verhuisd. Maar heel veel komt toch van buiten. Ja, dat is toch omdat mensen een huis te koop hebben gezet. Of via woonwaarts een plek vrijkomt. Dus dat is best wel... Ik was er ook door verrast dat het er zoveel zijn, inderdaad. In heel Nederland ligt de bouw zo'n beetje op zijn gat. En ook in Beuningen komt er moeilijk uit de grond. Toch is er steeds meer vraag naar woningen. Burgemeester Bergman wil naast het bouwen van nieuwe woningen ook kijken naar doorstroming op de huizenmarkt. Nou, weet je, vooral voor de mensen die, en dan noemt de jonge generatie, want dat vind ik echt sneu. Die vallen echt een beetje tussen het wal en schip. Die heel lang op de bank blijven zitten bij hun ouders thuis. En die gun je eigenlijk ook een plek in hun eigen gemeente of in de regio waar ze willen wonen. En daarvoor vind ik het heel erg belangrijk dat we gewoon doorstroming krijgen. Maar ook voor ouderen die misschien wel in te groot huis wonen en eigenlijk kleiner willen gaan wonen. En als die gaan verhuizen, komt er weer plek voor een jong gezin. Dus ik denk doorstroming is heel belangrijk, naast dat we moeten bouwen. Maar ook dat er beweging komt op de huizenmarkt. En voor die groep is het nu gewoon heel lastig. Niet alleen in Beuningen, maar dat is natuurlijk een landelijk probleem. Ja, en daarvoor hoop je dat het allemaal wel dit jaar een beetje op gang komt. Ja, hartelijk dank.